Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza. Op de satellietfoto zien we dat het onbewolkt is in Nederland en dat blijft het ook de rest van de dag. Er kunnen misschien wat hoge wolkensluiers overdrijven, maar daar heeft de zon amper moeite mee. In de ochtend is het op veel plaatsen al warm, temperaturen boven de 20 graden. In de middag dan wordt het zeer warm tot heet met 29 graden in het noorden en noordwesten tot 33 graden in het oosten en zuidoosten van het land. De wind is zwak of matig en waait uit het zuidoosten. Ook vanavond nog overwegend onbewolkt, zon kan dus nog een geruime tijd schijnen en de temperatuur daalt maar langzaam. Tegen middernacht is het in het oosten nog steeds zomers, in de nacht uiteindelijk minimaal rond de graad of 90. Team. Ja, dan morgen overdag gaat in de ochtend de temperatuur weer flink oplopen. Naar 25 tot lokaal 30 graden in het binnenland. Maar door een aantrekkende westelijke wind komt er koelere lucht vanuit het westen binnenzetten. Op maandag dan misschien een lokaal buitje, maar overwegend nog steeds droog. Zonnige periode tussen de 19 en 25 graden bij een stevige westelijke wind. Op dinsdag en woensdag een graad of 20 met geregeld zon en overwegend droog. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.